En dan is het alweer tijd voor een nieuwe RKC Today Crossbar Challenge met vandaag. Johan Voskamp. Het volgens Mark, want kijk maar heel even mee, het bluffertje van het elftal. Maar hij had grote praatjes, dus ik wil zien of het kan. Oh, dat het een bluffertje is, ja. Johan. Nou, dat is echt geheel onterecht. Ik ben een bescheiden jongen. En, je hebt gewoon zelfvertrouwen. Ja, dat is wat anders dan blufferig. Ik ga voor het hoogste en ja. Ik ga voor de koppositie. Maar ik zal niet blufferig zeggen dat ik er 8 of 9 op ga schieten. Je gaat voor 4? Ja. Nou, dat is gewoon heel bescheiden. Mark, hoe kom je erbij? Nou, we gaan naar de ballen. Yes. Dit is het punt waarop ik iedereen vraag om een techniek. Wat is jouw techniek? Nou, normaal gesproken dan moet ik de bal onder de lat schieten, als spits zijnde. Ik denk dat ik hem hier wat meer moet scheppen. Dus ja, wat meer onder de bal komen met je binnenkant van je vreef. En dan fingers crossed. Ik cross hem met je mee. Succes, hè? Dankjewel. Ik wil er niet veel. Nee. Maar ja, daar koop je niks voor, hè? Allemaal in de goal. Dit is precies wat jij zegt. Dit is jouw normale techniek. Lekker, dat is nummer 1, man. Een klein mee. Nog 3, hè? Kop is eraf. Je zit in de buurt. Daar was hij. Ik hoorde hem ook. 2. 2, 4, 5 ballen nog. Ja, daarom. 2 uit 5, netjes. Ja, oh, mag ik even met links. Alles met links doen misschien. Ja! Ja! Nou, je goal is gehaald. 4. Ja, 4, hè. Ik heb eigenlijk een beetje last van mijn lies, dus ik weet niet of de beter staf meekijkt. Nee. Nou, dat is geen goeie, maar... Doelstelling behaald. Ik zeg netjes. 4. 4. Ik ben niet ontevreden. Nee, niet ontevreden. Nou ja, ik had nog hoeveel ballen over toen ik er nog 4 had. 2 of 3. Ja? Ja, dan moet je eigenlijk nog eentje bij zetten om het record wat scherper te zetten. Voor een spits die normaal de zijnetten zoekt, ben ik niet ontevreden. Je gaat Roel voorbij. Lekker Roel. Waar is het bord? Daar. Alsof we er rekening mee hebben gehouden, Johan. Ja. Ja. Ja, mooi. Het is mijn geluksgetal, nummer 1. Wie gaat jou de komende week in ieder geval niet voorbij? Nou, ik nomineer Pieter Langendijk. Ja? Pieter heeft een goede traptechniek. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het wel spannend kan worden. Dat hij de 4 wel zou kunnen halen. Ik ga natuurlijk wel iemand nomineren die een goede traptechniek heeft. Ik kan iemand nomineren waarvan ik denk, ja, dat wordt niks. Maar dat vind ik niet leuk. Ik hou wel van een beetje spanning. Beetje uitdaging. Ja, ja, ja. Dus ik hoop dat Pieter richting 3-4... Nou, besef wel, als hij volgende week al over je heen gaat, dan ben je dus de rest van het seizoen nummer 1 af, hè? Dat is een leuke uitdaging voor Pieter. Dankjewel. Yes. Volgende week, Pieter Langendijk.